Deze week in Zep Life Check ga ik uitzoeken hoe je... keihard ingehaald! Professioneel drone racer wordt. Oh, gaat het snel? Dit ding is zo bizar! Oh, waar is hij dan? Oké, Rolf, jij zit hier achter, jij bestuurt dit ding. Ja. Yep. Hé, hey, daar is hij. Daar is hij. Jij bent professioneel drone racer. Klopt. Hoe word je dat? Heel veel oefenen. Ja. Maar je begint op de simulator, dus digitaal oefenen hoe je zo'n drone bestuurt. Ja. Langzaam begin je met iets grotere drones en dan uiteindelijk eindig je met dit. Volgende week ga ik racen, een echte drone race. Ik moet zelf gaan vliegen, ja. Dus er is veel werk aan de winkel, dus ik denk dat we moeten beginnen. Spoedcursus. Spoedcursus. Let's go. Yes, yes. Let's go. Alright. Die kant op. Die kant op. Oké, Rolf, waar is de drone? Waar is de drone? Ja, ja. Die zit nog in mijn tas. Daar gaan we later wat mee doen. Hoezo? Nou, het is beter om eerst met de simulator te oefenen. Ja. Zodat je weet hoe de drone bestuurd moet worden. En als dat lukt, dan gaan we door naar de echte drones. Moet ik nog ergens naartoe vliegen of zeg je, joh, ga eerst maar gewoon eens puur en alleen omhoog naar beneden? We gaan eerst proberen of je de drone onder controle krijgt. Ja. En als dat een beetje lukt, dan gaan we straks door deze poortjes heen. Je ziet een groen icoontje en elk poortje waar je heen moet. Ja. En een rode streep. En op die manier gaan we straks, als het goed lukt, rondjes vliegen. Probeer ongeveer dezelfde hoogte te houden. Oh, mijn hemel, dat is echt moeilijk. Het is echt heel lastig. Ralf, dit is eigenlijk jouw fulltime baan, toch? Ja. Hoe verdien je hier dan geld mee? Nou, ten eerste met de races. Ja. Dus als je op hoog niveau met races meedoet, dan is het betaald. Wat kan ik dan verdienen? Als je wereldkampioen bent, dan verdien je ongeveer $100.000 per jaar. Maar dat verdien ik niet, want ik ben niet wereldkampioen. $100.000? Ja, dus daar kan je best wel goed voor leven. Ik moet nog wat bijklussen. En dat doe ik door filmklusjes te doen met mijn drones. En hoe bedoel je dat dan? Wat doe je dan? Bijvoorbeeld voor videoclips van een bekende DJ heb ik wel eens wat gefilmd. Wie dan? Armin van Buuren. Voor zijn videoclip had hij raceauto's. Ja? En die heb ik gefilmd met mijn race drones. Ja, ging er dan achteraan racen, zeg maar, voor de beelden? Er omheen en tussendoor. Want mijn drones kunnen heel snel en heel precies vliegen. En die hebben een camera? En hebben een camera erop. Dus die kun je gewoon dan inzetten voor hele vette dingen? Precies, ja. Dus jij vliegt ook eigenlijk zelf letterlijk de hele wereld over met je drones? Klopt. Dit kan ik in principe thuis oefenen? Ja, klopt. Dit moet ik gewoon heel veel gaan doen? Ja. Iedereen die dit hier aan begint, die crasht in het begin de hele tijd. Een paar uurtjes doen en dan gaat het steeds beter en beter. Je ziet al dat het al beter gaat. Ja. Dus we gaan straks gewoon met het echte werk proberen. Nu echt naar een drone? Ja. Gelijk? Ja. Ja, we kunnen dit niet uren gaan doen, dus... We beginnen met een klein drone. Die is best wel veilig en niet zo erg als je die crasht. Dus dat is een goede manier om de volgende stap te oefenen. Nou, let's go. Let's go. Dit is een micro-drone. Ja. Eigenlijk hetzelfde als dat we op de simulator vlogen. Ja. Het is hetzelfde als wat we op de wedstrijd gaan vliegen, de grotere drones. Alleen dan superklein. Deze vind ik nog wel heel schattig. Hier durf ik misschien nog wel mee te vliegen. Maar wat hebben we hier allemaal nodig? Nou, er zit een klein cameraatje voorin. Ja. En daardoor het videosignaal wordt naar de bril gestuurd. Ja. Dus wij zien in de bril precies wat het cameraatje ziet. Oké. Okay. Dus het voelt net alsof je zelf in de drone zit. Dat ben ik zelf. Hallo! Yep. Wow, ik ben dus nu de drone. Kijk, oh, dat is de cameraman. Hallo! Jij gaat nu een parcours vliegen. Ja. Ik kijk met je mee via de bril. Ja. Daarna mag ik zelf dat eigen parcours gaan vliegen. Ja, ik doe even voor waar je langs moet vliegen. Yes. En zo kan je een beetje wennen aan hoe die bril werkt. Hallo! Lekker ik word bij. Helemaal duizelig. Ja, ja, nu al. Dit moet ik niet doen. Ja. En nou ja, dan mag je het daarna zelf proberen. Ready? Ja. We starten vanaf hier. Dan gaan we door. Poortje nummer 1 heen. Oh mijn hemel, ik word er helemaal bochtje naar van. Links. Oh. Poortje nummer 2. Gaan we rechts de hoek om. Hier ook omdraaien. Poortje nummer 3. En dan vliegen we helemaal weer terug hierheen. Poortje nummer 1. Een heel simpel parcoursje. Links, rechts, rechts. Ik word gek. En dan als je wat beter wordt, dan kan je iets sneller er doorheen zoals dit. Oh mijn hemel, ik word helemaal duizelig. Houd toch op, langs de cameraman. Oh, poortje, dit is poortje, doen. Poortje. Ik word helemaal lijp. Dit is niet goed.
Dit is echt niet goed, jongens. Ah, dan komen we, als je een paar rondjes hebt gedaan en dat is gelukt. Ja? Dan kom je weer terug vliegen naar ons. Hallo. En dan zet je de drang eruit. Gas bij, gas bij. Even omdraaien. Hou genoeg gas om in de lucht te blijven. Oh mijn god, ik ga crashen. Waar ben ik? Maakt niet uit. Je ligt nu weer goed deze kant op. Ik lig in ieder geval goede kant op. Ja. Gelukje bij het ongelukje. Poortje nummer 1. Oh, net eroverheen. Gemist. Oké, poortje nummer 2. Poortje nummer 2. Probeer die hoogte goed te krijgen. Iets eronder. En ook gemist. Maakt niet uit, gewoon door. En we gaan door. Die kant op. Poortje nummer 3. Links. Oh, wow, wow. En omhoog blijven. Oh. Wow, wow, wow. En we zijn gecrashed. Mega crash. Oh mijn hemel. Ralf, ik moet echt nog heel veel gaan oefenen. Ja. Volgende week is er een drone race. Ja. Waar ik aan mee ga doen. Nou, wat gaat dat worden? Hoeveel mensen doen er mee? Ik geloof iets van 24 drone racers. 24 drone racers? Ja. Ja. Hoeveel vrouwen? Nou, jij alleen. Ik ben de enige vrouw? Ik denk het wel, ja. Ja, ik ga deze week, ik heb dus 1 week de tijd om hier echt heel erg goed in te worden. Ja. Ik ga deze week oefenen thuis. Want ik wil op zijn minst niet laatste worden volgende week. Dat is het doel. Denk je dat dat kan? Als je nog genoeg gaat oefenen met deze drone en op de simulator, ja? Dan zou het best wel kunnen. Ik word nummer 23 van de race. Dat is het doel. Ik dacht eerst heel optimistisch, ik word misschien wel in de top 10. Ik ga nu zeggen, ik word nummer 23 van de race. Oké, laten we dat doen. Ik zie je volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Jongens, vanavond is het zover. Het is tijd voor de officiële drone-wedstrijd. Ik heb alles bij me. Drone, bril, controller. Volgens mij ben ik er helemaal klaar voor. Now allow me to reintroduce myself, they call me J-O-N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check. Spanning stijgt een beetje, ik ben bijna aan de beurt. Ik heb wel even kunnen oefenen. Rondje ging niet helemaal vlekkeloos. Ik weet het nog jongens, ik weet dit niet. Ik hoop dat ik het goed ga doen. Ik ga in ieder geval gewoon mijn best doen. Volgens mij mogen we verzamelen. Klaar voor de start. Let's do this. Ik was gewoon een professioneel drone racer. Volgens mij heb ik gewonnen. Heb ik gewonnen? Nee. Nee. Oké, dit waren niet mijn beelden. Wil je even zien hoe mijn daadwerkelijke race ging? Ik ga echt even huilen in een hoekje, oké? Oké, jongens, dat was echt een blamage. Dit was mijn race. Ik ben nog een half rondje gekomen, maar het was zo intens moeilijk. Ik heb het totaal onderschat. Drone racen is gewoon een van de moeilijkste beroepen als je hier echt een professional moet worden. Want dan moet je er dagen, uren in gaan stoppen. Nou ja, lijkt het jou wat om professional drone racer te worden en misschien wel videoclips te gaan schieten in de woestijn? Ja, zoals Ralf dat doet. Laat het even weten hieronder in de comments of jij de nieuwe Ralf van Nederland gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd of die ertussen zit. Nou, ik ga denk ik nog even verder mee oefenen.